Een hybride vuilniswagen is dinsdagmorgen in brand gevlogen op de Beierinksweg in Arnhem. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de brandstofpomp van het benzinegedeelte. De bestuurder van de kleine wagen zag dat er vlammen onder zijn laadbak vandaan kwamen. De brandweer kwam ter plekke en kon het vuur snel doven. De schade bleef beperkt.